Welkom. Hierbij een korte video waarbij ik even het verschil laat zien tussen structs zoals je die tot nu toe hebt geleerd, hè, waarbij je de members van een struct kon benaderen of van een klasse. Dus zal ik ook daarvan laten zien dadelijk eventjes. En hoe dat via pointers gaat. Op zich heel eenvoudig, dus ik ga er vrij snel doorheen. Nou, hierbij zie je een project. En dat project bestaat uit een struct. S underscore car. Die S underscore weer om aan te geven dat ik weet dat het een struct is. En die struct die heeft een integer 32 unsigned om een maximale snelheid in te kunnen stellen in kilometers. En een boolean variabele has metallic finish, oftewel ik heb metallic lak, ja dan nee. Nou, en in main heb ik dan uiteraard een struct scar my car aangemaakt. En die ga ik gebruiken dadelijk om het een en ander aan waarde te zetten. En ik maak ook meteen alvast een pointer aan. En dat is dus een struct scar met dat sterretje een car pointer. Dus dit is een pointer door het sterretje naar een struct scar. Net alsof het ja, eigenlijk een normale simpele variabele pointer zou zijn, hè. Dan heb je ook iets van een datatype pointer. Oh. Dat was niet de bedoeling. Zo. En het datatype, dat zou dan iets kunnen zijn als een int 32 type pointer. Nou. Met deze constructie hebben we geleerd, maken we een pointer aan door het sterretje ervoor te zetten naar een int 32, waarbij het int 32 het datatype is. Nou is het datatype nu is geen eenvoudige datatype, maar zoals je het samenstelt, datatype, namelijk een struct. En dan zetten we gewoon het datatype voor die sterretje met de naam. Nou, nog wat variabelen hier neergezet die ik buiten main heb gehouden, want anders dan optimaliseert de compiler die weg. En wat kunnen we dan doen? Dan kunnen we onze variabele mycar pakken en met de punt die we in het verleden hebben gehad, kunnen we dan bij classes, bij publieke variabelen komen, hè, en bij structs, waarbij alles publiek is. Kunnen we bij elke variabele die hier gedefinieerd is. Dus ik zet de speed op 200 en de finish op true. En dan kan ik hem op deze manier ophalen. Is my car.has metallic finish. En voor test wil ik even de max speed ophalen. My car. En dan heb ik de max speed. Nou, dat gaat dan allemaal goed. Op het moment dat je een pointer aanmaakt, moeten we net als bij simpele variabelen, moeten we zo dat die car pointer eerst wijst naar het adres van my car. Nou, dat zien we hier. My car. We hebben geleerd met die ampersand ervoor. Dan halen we het adres op waar die staat in het geheugen. En dat adres in het geheugen zetten we vervolgens in car pointer. Nou, en hoe kunnen we dan de elementen van die struct aan? Die kunnen we dan aan door ja, een indirection operation erop te zetten, oftewel een ja, een minteken met een groter dan, een pijltje als het ware. En die zegt vanuit die pointer haal me dan op de max speed van het element waar die pointer naar wijst. Nou, op dezelfde manier zou ik ook de is metallic op kunnen halen. Car pointer. En dan ziet ook de editor al wat erachter zit. Has metallic finish. Ik hem dan bouw, dan heb ik hier uiteraard geen fouten en ik ga mijn debugger in. Dan heb ik hier mijn test en mijn isMetallic al staan. Ik heb my car staan en de car pointer. Zoals je ziet is my car, omdat de globale variabele is, zijn de elementen op 0 gesteld. Als ik er doorheen loop, kan ik die een waarde geven, dat lukt netjes. Is metallic haal ik op. Die zou op 1 moeten komen en de snelheid haal ik ook op. De car pointer, daar zit de waarde 0 in en die wijst ergens in het geheugen en in dat geheugen staat blijkbaar vanaf adres 0 staat die onzin. En pas op het moment dat ik hem het juiste adres heb gegeven, zul je zien dat hij ook werkelijk wijst naar de my car. Dat zie je hier aan het adres dadelijk. Sorry. Ja, aan het adres. Dan zie je dus dat hij wijst naar MyCar en dan laat hij hier in de debugger automatisch de waarden zien die daar ook zitten. Nou, dat het dan ook werkt. Ik zal MyCar die even op 0 zetten weer en
die even op 0 zetten. Dan stappen we doorheen en nu haalt hij via de pointer haalt hij dat op. Dus de pointer die wijst naar hem en van hem match pakt hij dan de speedwaarde op en vervolgens de metallic waarde. Dat met betrekking tot structs. Dan kunnen we ook nog wat doen met classes uiteraard. Daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Alleen kunnen we daar niet alleen bij de private variabelen die we hebben. Bij de public variabelen, sorry als we die zijn, die heb ik in dit geval niet. Maar we kunnen ook bij de public functies om dat uit te doen op dezelfde manier. Nou, dat laat ik dus hier zien. Ik heb een myCar aangemaakt van de klasse car. Een pointer. Op dezelfde manier geef ik die pointer, laat ik wijzen naar mijn myCar variabelen. En dit, wat je net bij de structs deed, werkt nu uiteraard niet omdat deze, zoals je zegt, private is. Nou, zou ik die, wat hadden we, max speed, zou ik die max speed public maken. Dan gaat het uiteraard weer wel, want ik kan bij publieke variabelen, of ik dat nou kan door mycar.maxspeed te zeggen of via een pointer, dat maakt uiteraard niet uit. Ik zet hem weer terug. Nou, dan gaat het hier uiteraard weer mis. Dus die haal ik even weg. Ik bouw hem weer. Gaat allemaal goed. En dan zie je dat het het principe hetzelfde is. MyCar, MyPointer, uiteraard weer onzinwaarde. Nu wijs je naar de juiste. Dat zie je ook hier weer terug. Hè, als je naar MyCar wijst. En nu kan ik gewoon die setSpeed functie aanroepen. Ik ga er gewoon met F11 in. Dus hij haalt via die pointer op, weet hij welke functie die moet aanroepen. Die 300 is meegegeven. En op het moment dat ik hem zet, zie je ook dat die 300 netjes is gegeven. En hetzelfde geldt voor hier een true mee. In de metallic is een eentje en wordt die ook netjes op 1 gezet. Nou, dit is eigenlijk de basis, of eigenlijk de uitleg met betrekking tot pointers naar structs en pointers naar naar classes. Wat je dus gewend bent, die dot operator, zoals we die hier hebben met mycar. Nog wat, die werkt op het moment dat je een de gewone de variabele hebt, zal ik maar zeggen. Op het moment dat dat werkt, dan kun je dus als je een pointer gebruikt, gebruik maken van die indirection operator. Nou, dat is het. Bedankt en tot de volgende keer.